Ik sta hier bij de Scheveningse Pellenaarstraat. Ietsje uitzoomen, dat is het zomerpaviljoen van de Sociëteit de Witte. In de zomermaanden zijn er geen activiteiten meer daar, bij het plein. Maar dan heb je kans dat ze hier met de TKW bezig zijn. Dus hier Sociëteit de Witte, AAA locatie, vlakbij het cadeau van Alexander Pechtold. Dat hij van een Canadese consul had gekregen, een appartement. Kan, hè? In Brazilië ging er iemand de gevangenis in, een politicus. Volgens mij de ex-premier Lula. Die had ook een schenking gekregen. Die moest gewoon de cel in. Maar Alexander Pechtold, die heb nu op tv een programma. Sociëteit de Witte, zomerpaviljoen van Joris Demmink. Zit beelden aan zee, kom maar even kijken. Wat ze ook weer verzonnen hebben. It's hidden in plain sight. Dat is museum Beelden aan Zee. Hele gezellige beelden. In Leiden, ik was pas in Leiden. We gaan even naar de beeldencollectie kijken op de boulevard. Ik ga het niet uitleggen. Ik laat je gewoon zien van wat staat daar. En dan mag je zelf denken van, zijn dat leuke beelden, gezellige beelden? Of maakt het je aan het lachen? Of niet, zet het je aan het denken? We gaan het zien. Ik vind het een beetje een aparte collectie. Wat is dit nou weer eigenlijk? Ik ben nog nooit geweest hier. Is dat een oog? Geen idee. Is dat een oog? Nou, dit kind weet ook niet meer wat er aan de hand is. Het is geen vrolijk beeld, volgens mij. Het gezichtje... Het staat... Is het te zien? Moet er niet een korte... Ja, nou, dit is de beeldengroep op de Scheveningse boulevard. Dit moet dan voorstellen... Geppetto en Pinocchio. Nou, Geppetto is de maker van Pinocchio. Maar ik zie hier een... Ja, ik vind het een heel eng... Het is een soort vrije bewerking. Geppetto en... Maar ja, je zou zeggen van... wat gebeurt er hier iets geks met het kind? Het is een kindje volgens mij. En er hangt hier ook een... heel apart. En wat is die kubus hier, oh? Het is toch van gekkigheid, joh. En dit? Misschien... en hier? Nou ja, er zit ook nog een kind op de schouder van Geppetto, zeggen ze, Geppetto. Horen, zien en zwijgen. En ja, dat noemen ze. Mensen zeggen ook wel eens van, oh, dat is leuk. Scheveningen, de haring eten. Ha, ha, ha. Maar er zit een kindje aan het eind van die haring. Ik vind het maar heel raar. Maar je mag altijd zeggen van het zijn hele gezellige beelden en ik moet altijd zo lachen. Dat kan ook zijn dat mensen zich hier moeten lachen. Misschien wel de bezoekers van Sociëteit de Witte. Het zou zomaar kunnen. Misschien vinden die het wel heel leuk. Ik neem je even mee. Dit vind ik heel luguber. We moeten misschien met de zon even meekijken. Dit is best wel apart. En vooral als je het zo kijkt. Dus lijkt het net alsof ze zweven, die kooien. Als je het zo kijkt vanaf deze kant. Vind ik, ik heb er wel eens een foto van genomen. Maar dit heet dan Hans en Grietje. Hansel en Gretel. Ja, het zijn kinderen die in een kooi zitten. En ja... 25 jaar geleden, in augustus 96, toen werd Marc Dutroux gearresteerd. En kinderen zaten in zijn kelder, hij had ook meerdere huizen. Hij kon altijd maar zijn gang gaan. Maar daar doet het mij aan denken, maar dat is toch apart, dan staat er Hans en Grietje. Hans en Grietje was toch iets met een peperkoekenhuisje of zo? Ik vind het heel luguber en morbide eigenlijk.
hier zie je volgens mij een soort mes en een vis. En er zitten de kinderen in een vis. Iemand met een heel lenig been, denk ik. Ook nog een kindje. En een vork. Vork en mes. Hoe heet die ook weer? Kun jij me helpen? Zo'n lang figuur die dan vast lag? Jan? Nee. Is ook een sprookje of zoiets. Maar hier hebben ze dus een soort eigen draai aangegeven. Daar is, niet vergeten, daar is dat gezellige zomerpaviljoen van Joris Demmink. Hè? En een heleboel mensen zeggen dan, ja, maar ik heb Joris Demmink nooit gezien, de mensen die er werken. Maar ik heb hem wel gezien, want ik ben regelmatig daar gaan posten door de jaren heen. En op Minerva-avondjes met Benk Kortals en Hans Wiegel zit niet bij. Hans Wiegel zat niet bij Minerva, maar wel was hij er ook. En bij Jan Zuiver was hij er ook. Dus ik stond altijd maar even te kijken wie komt aanschuiven bij welke tafel. Dit is ook een heel gezellig tafereel. Er zijn ook weer enkele kindertjes hier ook. Oh, daar ben ik nog nooit geweest. Dat is het gezellige terras van die beeldengekkigheid. Dit moet je zien, dit moet je even zien. Kom hier! Het is 20 april, dan mag je zo bevelen uitdelen. 20 april. Ja, een omgekeerd lichaampje of zo, toch? Ik bedoel, de armen op de rug, sleutel op de rug. Hier ook kindjes. Die zijn ook aan het zagen. Slot aan het doorzagen. Hoe noemen ze dit? Ah. Ah, Gulliver, dat was ik vergeten, joh. Gulliver reist naar Lilliput, zeggen ze. Nou, hier steken ze de. Jij mag een foto maken. Ze zeggen, ik ben een knalhanger jatnaam bij jou, dat is echt niet zo mooi. Ik heb ook wel eens een opmerking voorbij gekomen. Ze zeggen, ja, joh, aangeplugd. Ik heb er wel eens foto's van geplaatst. Zeggen ze, joh, kinderen hebben het hier. Dit is gewoon een gezellig beeldenpark. Je ziet enkele. Je ziet een beeld. Kinderen op het visje, bovenaan op de voet en op de arm en ook die andere arm, dan zie je allemaal kleine figuurtjes. Ja, dat zijn, ik noem dat maar kinderen. Ik denk dat het kinderen zijn. Maar jij thuis mag gewoon denken van, het zijn hele mooie beelden. Hier, je zal je been eraan stoten. Heel apart eigenlijk hier. Wat een gezellig beeldje is dat, zeg. Walvis, maar het is voor een gezellig beeld. Wie is eigenlijk de kunstenaar, joh? Wat is dat voor een zieke geest? Of een gezellige man of vrouw, maar ik vind het vreemd. Ik heb die de vorige keer helemaal niet gezien, joh. Ja, vastgeketend, is het een leeuw of een beest? Een leeuw of zo, denk ik. Oh, de leeuw en de muis. Nooit van gehoord. De lion en de mouse. En hier een heel gezellig sprookje. De vastgebonden figuur. Nou, en daar zie ik dan toch een kindje liggen volgens mij. Vastgebonden met elektriciteitsdraad of zo. En dan ook nog een klein figuurtje ernaast. Nou, ik weet het niet, maar het geeft mij echt een klote gevoel. Een heel naar gevoel. Ik heb zin om een shovel te huren nu. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Want dat ga ik niet doen. Ik wil niet opgepakt worden. Maar dat gaat er dan door je heen. Van, ik wil hier gewoon met de grond gelijk maken. Wat is dit voor gekkigheid, joh? Is dit een wereldbol? Zie ik nu opeens. Nooit eerder gezien dit. Wat een gezellig sprookje is dit. Wat hebben ze hier nou weer van gemaakt? Wat zeggen ze? Oh Lars, mijn jongen. Ja, ik heb dan zeker altijd hele andere sprookjesboeken gelezen. Maar heel apart. Dit, twee werelden. En er zit een kindje onder twee handen.
De huilende reus, maar... Het is een zonnige dag, maar ik word hier heel verdrietig en het geeft me een heel naar gevoel. Ik raad jullie aan om niet naar de beeldentuin te gaan van Sociëteit De Witte, het zomerpaviljoen. Ga er niet naartoe, want het verziekt je hele stranddag. Dus niet vergeten, ga niet naar de beeldentuin. Want je kan daarna waarschijnlijk niet meer slapen. Loop maar eens onder de voet van de haringeter heen. Je ziet er ook kindjes. Loop eromheen, want je mist dingen. Kijk maar wat je ziet onder de voet. Een heel gek sprookje. Hier, kroontjes. Maar wat is het nou, de beeldentuin? Hier, het is het paviljoen van de koningin. Heel apart. De haringeter. Nou, ik zou als Scheveningen zou ik het symbool maar weghalen. Demonteren. Omsmelten. En ja, dat. Ja, dus niet vergeten. Ga niet naar de Beelden aan Zee. En achter het bord Beelden aan Zee. Dat is het zomerpaviljoen van Joris Demmink. Daar zit hij dan op met een strooien hoedje op. Dure witte wijn te drinken. Niet naar de beeldentuin gaan, want je komt niet meer in slaap. Dit is het Scheveningse strand op 20 april 2021. En we kijken hier, er is iemand binnen. Hoort dat dan ook bij de beelden aan zee? Dat weet ik niet, maar daarboven is het terras van de elite. En die zitten er meestal in juni, juli, augustus. Dan is meestal Sociëteit De Witte open. En of het nou een creatie is, Museum Beelden aan Zee van Sociëteit De Witte. Of dat bedacht is om van, dan kunnen we gezellig onze beelden neerzetten. Dat kan zomaar, hè. En daar heb je ook nog zo'n gezellig maskerlegger ook nog in de zeereep, zeg maar. Of in de duinenrij. En dat vind je ook terug. Bij de Zurichtoren, dat is ook een heel gezellig plein. Daar eten meestal de secretaris-generaal op de vierde dinsdag van september. De derde dinsdag van september zeggen ze altijd dat het belangrijk is. Maar de belangrijkste dag dan is de vierde dinsdag van september. Want dan komen alle SG's en oud-SG's komen bij elkaar. En ik heb meerdere keren gezien dat Joris Demmink ook gezellig een vorkje meeprikte. Het is... mooie dinsdagmiddag, 15:48. Ik ging eigenlijk even naar Mark Rutte toe op Binnenhof 19 om mijn brief aan de premier af te leveren. Maar plotseling zag ik Carola Schouten, haar spindokterwoordvoerder Jonathan, mevrouw Ollongren die een spotje ging opnemen. Vert Grapperhaus en Sander Dekker die geen antwoord wilden geven over die auditrapporten. Ze gingen de Ridderzaal in. En ik vond het best wel grappig om Kees van der Staaij te zien die naar Herman Tjenk Willink ging in de stadhouderskamer. En Kees, volgens Kees heeft hij mij een antwoord gestuurd. Ik kan het me niet herinneren. Ik wil nog wel even jullie eraan herinneren. Herman Tjenk Willink was begin 1997 voorzitter van de Eerste Kamer toen Joris Demmink in februari 1997 voor het eerst... verdacht was in een ultrageheim zedenonderzoek. En dat was een half jaar na de arrestatie van kindermoordenaar, seriekindermoordenaar en ontvoerder Mark Dutroux. En de lijnen liepen van België naar Nederland. Dus dat je dat wel weet, niet vergeten. Herman Tjenk Willink, die moet het wel hebben geweten. Iets om over na te denken, niet vergeten.